banden die mensen oplopen in de onderwijs, noem maar op. Daar wordt natuurlijk wel, dat wordt dus gewoon wetenschappelijk altijd berekend. Je moet natuurlijk altijd zorgvuldig kijken wat je doet. Maar dan is mijn vraag eigenlijk... Als je dat, niet denkt. Maar als je dat nu achteraf weet, en achteraf heeft iedereen altijd gelijk... zou je zeggen, was er iets wat je anders had gedaan op dat moment? Hè? Er is een hele discussie geweest, avondklok, van mondkapjes tot alle... zeg maar beperken. Maar is er iets waarvan je nu zegt, misschien hadden we dat toch niet moeten doen? Nou, er zijn natuurlijk op onderdelen. Maar ik vind het echt op onderdelen kun je zeggen dat had iets minder lang kunnen duren. Je had in 2021 misschien veel sneller de deuren kunnen opendoen. Toen hadden we dat tijdspad wat maanden heeft geduurd. Met zeg, die... de derde lockdown was eigenlijk... En dat had gekund. Maar neem nou die laatste lockdown. Hè. Ik weet nog heel goed hoe we op zaterdagochtend voor kerst het besluit moesten nemen. Het kabinet kwam voorstellen, dat moest dan gelijk in gaan. We voelden toen ook wel van... ja. Is dat nog wel nodig? Hebben die Omicron-variant valt wel mee? Maar aan de andere kant, daarvoor had de regering voortdurend het verwijt gekregen. Ja, je bent te laat. Je bent altijd te laat. Dus ik snap het wel. Kijk,